focussen in wat je doet. Hard werken. En ik denk het allerbelangrijkste, het geloof dat je het kan bereiken. Dat moet het groot zijn. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Meet the Pro. Vandaag staan we met een landskampioen die normaliter tussen het aluminium staat. Ik heb het over Justin Bijlo. Tijd om hem wat beter te leren kennen. En ik heb er heel veel zin in. Justin, welkom jongen. Dankjewel. Heb je er een beetje zin in? Zeker. Ja? Mooi, mooi, mooi. Al een beetje bijgekomen van het feesten? Ja, ja, zeker. We hebben twee hele mooie weken gehad. Maar veel gefeest, maar het was leuk. Ja, ik vraag me altijd af, als voetballer kan je nou wel echt genieten van die momenten? Want je moet alweer door eigenlijk gelijk, hè? Ja, we hadden natuurlijk wel geluk dat tegen het einde van het seizoen is. En dat we nog maar twee wedstrijden hadden. Maar tijdens de wedstrijd van Go Ahead Eagles moet ik zeggen, dan ben je nog niet bezig met alles. Tijdens de wedstrijd, maar als het fluitsignaal klinkt, dan komt er heel veel emotie los. Ja, ja, ja. En dan daarna? Ja, daarna is het rennen, vliegen, weet ik wat ik allemaal gedaan heb. Ik zag je staan op de Coolsingel. Coolsingel, ja. Nee, dat was heel mooi. En we waren al 's ochtends vroeg bij elkaar. En toen ging met de bus naar de Coolsingel. En toen was het al een feestje in de bus. En op de call zingen met zoveel mensen, ja, dat is natuurlijk niks. Kippenvel. Ja, nee, 100%. Hey, we zijn hier natuurlijk ook om even te praten over die mooie predatortjes. Zeker. Jij speelt hier al jarenlang op. Ja. Waarom? Ik moet zeggen, ik heb wel veel modellen getest. Dan kunnen ze bij Adidas af de hoofdpijn van me krijgen, denk ik. Maar deze zijn perfect voor mij. Waarom? Ze zitten gewoon goed om mijn voeten in, strak. Ik krijg er niet altijd veel pijn door, dat is ook wel fijn. Ja, en ik vertrouw gewoon op deze schoenen en ik weet als ze goed zitten, dan kan ik op mijn best presteren. En ja, met deze schoenen helpen daarbij. En de mooie bijpassende handschoentjes. Ja, dat moet wel. Hè. Je kan niet met twee verschillende kleuren spelen. Dus mijn handschoenen zijn sowieso top. Ook heel veel aanpassingen aan gedaan en ook jarenlang meelopen. Wat is er aangepast speciaal voor jou bijvoorbeeld dan? Ja, ik heb een rolvinger. Ik denk niet dat heel veel keepers in Nederland met Adidas of Europa met rolvinger spelen. Mm-hmm. Ja, ik heb een enkele band. Heel veel hebben die dubbele band. En ja, de maat en af en toe is echt een beetje nagemaakt zeg maar, op mijn hand. Het is gewoon aangepast op jou, op jouw wensen. Gewoon helemaal gepersonaliseerd. Ja, precies. Precies. En ik ben er blij mee dat Adidas dat doet. Sommige merken doen dat natuurlijk niet, maar Adidas luistert naar al mijn wensen en daar ben ik super blij mee. En daardoor kan je landskampioen worden? Ja, ja. Kijk. Hey, je bent natuurlijk ooit op een dag begonnen als keeper. Ja. Hoe is dat een beetje gegaan? Daar ben ik nou benieuwd naar. Want iedereen begint met voetballen en niemand begint met ik word keeper. Ik was 6 of 7. En we speelden fijn het amateurs, hadden een eigen team en we hadden niet een vaste keeper. En ik was nogal een gezet mannetje. En op een gegeven moment, ik was een gezet mannetje. En ik was in de goal. Ik ga wel een keer keeper tijdens de goal. En ik pakte veel ballen. En op een gegeven moment zeiden ze van, ja, wil je niet keeper, weet je wel. Dus ik dacht van, ja, is goed. En sindsdien ben ik gaan keeper. En na een half jaar begon de Feyenoord opleiding om te vragen. Dat is natuurlijk niet een lange afstand. En sindsdien zit ik in de F3, F4, was ik 7, zit ik in de opleiding van Feyenoord als keeper. En wie was vroeger jouw grote voorbeeld? Echt toen ik klein was keken we op naar Casillas. Dat is niet echt dezelfde type keeper. Maar ik moet zeggen, nadat ik ouder ben geworden, heb ik niet echt meer een idool gehad. En dan ben ik altijd gaan kijken naar de beste keepers op dat moment om daarvan te leren. En overal een beetje van te pakken om mezelf te kunnen verbeteren. Ja, Neuer heb natuurlijk jarenlang aan de top gestaan. Courtois. Maar wat pakte je van Neuer bijvoorbeeld? Ja, hoe zijn positie in het goal, wat hij doet met terugvoetballen. Het voetballende. Ja, het voetballende gedeelte. Hij is natuurlijk heel veel keeper die heel snel uitkomt. Dus daar kijk ik naar. En niet dat ik echt naar opgekeken had, maar Brad Jones en Kenneth Vermeer hebben in mijn ontwikkeling echt superveel waarde gehad. Zeker ook met Brad Jones met hoge ballen. Nou, ik denk toen ik begon te keepen, plukte ik elke hoge bal uit de lucht. En met Kenneth is natuurlijk ook een keeper op zich met een bepaald niveau die heel hoog is. Ja. En daar heb ik heel veel dingen van geleerd. Ja, 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 ja. En wat zijn de belangrijkste dingen die hij heeft geleerd? Kenneth is die is heel goed op te uitkomen, zeg maar. Als één op één komt, is hij heel goed op de korte situaties te reageren. Nou, je kan echt, als je op hem afkomt, dan kan je bijna niet scoren.
Dat hij is zo snel en zo atletisch. Maar ook beide, met Brad Jones en Kenneth, zijn ze heel rustig, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, ze laten zich niet leiden door emoties of wat. En ik probeer heel cool te blijven en daardoor gewoon hun ding te doen. En dat zijn echt maar een paar kleine momenten dat jij daar moet zijn en scherp moet zijn. Hoe blijf je dan toch die focus houden, die 90 minuten? Ja, ik heb dat vaak gezegd. Ik vind het leuk om, om die dunne koord te balanceren. Van, of een hele goede redding of een fout, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, die druk, zeg maar, en die spanning, wat het in de wedstrijd meebracht, ja, dat vind ik gewoon leuk. En dat, ja, je kan een wedstrijd maken en je kan een wedstrijd breken voor een team. En voor een speler is dat misschien wat anders, maar voor een keeper, ja, ik vind dat gewoon leuk om... Echt om die momenten juist te shinen. Ja, shinen, maar ook gewoon, hoeft niet eens te shinen. Ik vind als ik gewoon in de opbouw ook gewoon belangrijk ben of gewoon simpele ballen, maar geen domme dingen doe, dan vind ik dat ook al goed. Ik hoef niet een bal 20 keer uit de kruis te pakken als we gewoon maar winnen. Winnen is uiteindelijk het allerbelangrijkste. En je had het net over, Kassiers is een ander type speler dan jij. Ja. Wat voor type keeper zou je jezelf omschrijven? Mezelf. Ja, want jij hebt het over types, dus ja, ik moet hem nu inkoppen, toch? Ik denk dat ik vrij rustig ben, zeg maar. Dus ik probeer geen gekke dingen te doen. Tuurlijk, je hebt altijd wedstrijden dat je wat andere dingen doet, maar dat heb elke speler. Ik denk dat ik een leiding kan geven aan de defensie en aan het team. Ik ben goed op de lijn, denk ik. En meevoetballen bezit ik ook. En de rest mag jij maar lekker zeggen wat ik ben. Ik zie jou wel echt als een Feyenoord-keeper. Strijd, passie, man van het volk. En dat straal je ook uit naar het team. Ja. En dat vind ik... Ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want ik vind juist dat we nu de laatste jaar met dat, zeg maar, ook een nieuwe weg in zijn geslagen met ook goed voetbal erbij. Ja. Dus het is niet alleen 100%. Maar... 100%. Het is niet alleen maar passie en strijd en zo. Het is nu ook gebaseerd op goed voetbal en constant beter willen worden. En dat is ook waarom je de titel pakt. Ja, ik denk het ook. Ik denk niet omdat we elke keer tot 95 minuten plus door zijn gaan blijven strijden. Maar ook met goed voetbal dat we de tegenstanders weten te ommantelen. Dat we daardoor ook heel veel wedstrijden hebben gewonnen. Dus ja, ik snap dat Feyenoord staat voor passie en strijd. Maar ik denk zeker de laatste twee jaar dat we ook heel veel ook goed voetbal en vermogen. 100%. Ook zeg maar in 1908 dat we ook heel erg bezig zijn met dingen te verbeteren. Hey, laatste vraag. Voor de jonge kids die ook keeper zijn. Die eigenlijk uiteindelijk ook onder de lat bij Feyenoord zouden willen staan. Ja. Tippie? Heb je een gouden tip? Ja, ik heb er drie, denk ik. Het is focussen in wat je doet. Hard werken. En ik denk het allerbelangrijkste, het geloof dat je het kan bereiken. Dat moet het groot zijn. En ja, dan is hard werken en focussen. En dan hopelijk komt het dan vanzelf. Maar in ieder geval, als je alles eraan gedaan hebt, dan kun je jezelf nooit verwijten dat het anders is gelopen. Dat snap ik. Hard werken, geloven. Maar er zijn ook momenten dat het even tegen zit. Wat doe je dan? Ja, dan moet je dus hard blijven werken en niet met je hoofd... Heb je dat zelf ook ervaren? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk die periode met Nederlands elftal begin dit jaar gehad dat ik er niet bij zit. Dat is natuurlijk een periode. Maar ja, dan is het gewoon... Ik wil niet zeggen hoofdlaag, maar ik bedoel met hoofdlaag. Gewoon hard werken, je mond houden. En gewoon geloven. Gewoon opnieuw laten zien. Ja, gewoon geloven. En ik had tegen mezelf gezegd van, het maakt niet uit wat, het WK zit ik erbij. En dat ik niet gespeeld heb, ja, dat is dan jammer. Maar het WK zit ik erbij. En ja, uiteindelijk is het wel geluk dat ik daarbij zit. Dankjewel, jongen. Jij bedankt. Super bedankt voor je gouden tips. We hebben nog iets voor de kijkers. Een paar die we weg mogen geven. Gesigneerd door jou natuurlijk. En wat ze moeten doen is de video liken, abonneren op ons kanaal en ze moeten reageren. Maar wat moeten ze reageren om deze schoenen te winnen? Goh, dat is een goeie. Omdat ik net zeg, dan geloof in jezelf, dan zeg ik hashtag geloof in jezelf. Moeten ze hashtag geloof in jezelf typen, reageren en dan kan jij deze prachtige schoenen winnen. En vergeet natuurlijk niet te... Abonneren. Kijk, je kijkt wel YouTube. Mediatraining, hè? Mediatraining.